Hugo Esset, advocaat van de nabestaanden van de 8 december moorden, zegt dat met de verdere behandeling en afronding van het strafproces, welke nu in hoger beroep ligt, de rechterlijke macht zijn daadkracht toont. De jurist zegt dat de nabestaanden nu wachten op de afronding van de zaak. Het feit dat we al zover zijn gekomen, dat er al 2 keer de moordenaars veroordeeld zijn, dat is het bewijs dat Suriname een rechtsstaat is. Weliswaar zijn er gebreken en een van die gebreken is dat het allemaal zo tergend langzaam gaat. Maar vaststaat dat Suriname een rechtsstaat is en Suriname heeft met de veroordeling in 2019, toen Bouterse nog president was, heeft Suriname, ik kan het niet anders uitdrukken, wereldnaam gemaakt als te zijn een rechtsstaat. En waar we nu dus op wachten is het afsluiten van dit proces, waarmee natuurlijk helemaal de bekroning, zou ik bijna kunnen zeggen, het bewijs, het ultieme bewijs dat Suriname inderdaad een rechtsstaat is. Maar we hebben nogmaals, nu al ervaren we dat Suriname een rechtsstaat is en we hebben er alle vertrouwen in dat Suriname als land op dit spoor zal blijven doorgaan. Hij zegt verder dat de nabestaanden verwachten dat het strafproces zo snel mogelijk afgerond wordt. Hij verwacht dat hoofdverdachte Desi Bouterse, die eerder in het proces al 2 keer is veroordeeld tot 20 jaar cel, gebruik zal maken van zijn zwijgrecht. Esset zegt dat het Hof van Justitie richting gerechtigheid koerst met de afhandeling van wat hij noemt het rechtsproces van de eeuw.